Hey, dit is dag 216 in mijn reis naar leven, blogbespreking. En we zijn nog altijd aan het kijken naar faalangst. Hoe? En we bekijken de multidimensies van faalangst. Waar komt faalangst vandaan? Hoe wordt faalangst onderhouden? Wat is faalangst? Hoe bestaat faalangst? En hoe kunnen we er vanaf komen? Vanaf geraken. Right. Dus. Wat we al hadden bevestigd is dat faalangst te maken heeft met beoordelingen. Beoordelingen over juist, fout, goed, slecht, positief, negatief, superieur, inferieur, beter, minder. Oké. Dus. Faalangst is dus echt wel een vrij groot construct, dus waar gaan we ons op toespitsen? Dus, beoordelingen. Right, beoordelingen. Waar komen beoordelingen vandaan? De samenleving. Oké, nu, interessant punt. Waarom hebben sommige mensen faalangst en andere mensen niet? Interessante vraag. Of waarom hebben sommige mensen meer faalangst dan andere mensen? Waarom laten sommige mensen, zoals ik bijvoorbeeld, hun leven helemaal bepalen en saboteren door faalangst en andere mensen hebben dat probleem helemaal niet? Hoe komt dat? Interessante vraag. Dus, waar komt faalangst vandaan? Dus waar komt die obsessie met beoordelingen in en als faalangst vandaan? Laten we eens kijken naar wat faalangst is. Faalangst is een energetische ervaring. Een energie, een gevoel, een ervaring. Angst. Oké. Faalangst bestaat in een polariteit met verlangen naar erkenning. We hebben verlangen naar erkenning als eigenlijk het verlangen om positief beoordeeld te worden en angst om te falen als de angst om negatief beoordeeld te worden, de angst om bekritiseerd te worden. Oké. Dus, waar komt die polariteit vandaan? Waar komt die energetische polariteit vandaan? Interesting question. Oké. Waar komt, met andere woorden, de idee vandaan dat wie ik ben gedefinieerd is door wat andere mensen over mij denken, door hoe andere mensen mij beoordelen? Waarom laat ik mijn leven bepalen en beïnvloeden door die gedachten over wat denken andere mensen over mij? Waarom laat ik mijn doen en laten beoordelen door hoe andere mensen al dan niet over mij denken? Met andere woorden, waarom laat ik mij zo snel van mijn stuk brengen door wat andere mensen al dan niet denken over mij? Hoe komt het dat ik geen stevige basis heb, als het ware een soort van basis zelfvertrouwen en zelfzekerheid in mezelf dat mij in staat stelt om bijvoorbeeld te zeggen van ja, so what, wat jij denkt over mij, wat maakt dat nu eigenlijk uit, ik doe gewoon mijn ding. Omdat wat er gebeurt in die faalangst is eigenlijk dat ik bijna letterlijk gewoon mezelf in de handen leg van andere mensen en dat ik zeg van, hier is mijn leven, doe ermee wat je wilt. Als jij denkt dat ik slecht ben, hey, dan stop ik met bestaan. Als jij mij negatief beoordeelt, hey, dan stop ik er gewoon mee, dan doe ik al niks meer. Dat is wat er gebeurt in faalangst. Dat is ook bijvoorbeeld de reden waarom ik zou in de eerste plaats mijn activiteiten stopzetten. Van het moment dat iemand mij niet meer leuk vindt of van het moment dat iemand kritiek heeft op wat ik doe. Dat is ook waarom dat ik bijvoorbeeld zou opgeven in de eerste plaats. Door dus mijn leven letterlijk in de handen te leggen van andere mensen. En mezelf volledig te laten bepalen en mijn leven volledig te laten bepalen door wat andere mensen denken over mij. En hoe andere mensen mij beoordelen. Dus hetgeen duidelijk een soort van zwakheid in karakter impliceert. En waar komt die zwakheid van karakter vandaan? Interessante vraag. Oké.
daarvoor moeten we teruggaan naar het begin van de identiteit. Hoe wordt de identiteit gecreëerd? Want zelfvertrouwen en zelfzekerheid zijn eigenschappen die... opgebouwd worden in de beginstadia van het ontwikkelen van de identiteit. Dat gebeurt tijdens de kindertijd in relatie met de ouders, in relatie met de omgeving. De primaire relaties met de ouders. Oké. Nu, bij faalangst is er duidelijk een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfzekerheid. Dus een gebrek aan het hebben ontvangen van die stabiliteit tijdens de kindertijd. Hetgeen dus bijvoorbeeld het gevolg zou kunnen zijn, of waarschijnlijk is, van ouders of een omgeving die niet in staat was om die stabiliteit te geven. Om die zekerheid en vertrouwen te bieden aan het kind. Bijvoorbeeld ouders die zelf heel angstig zijn. Ouders die zelf niet stevig in hun schoenen staan. Ouders die omgaan met hun kind vanuit hun eigen angsten in verband met wat de samenleving over hen denkt. In verband met hun eigen angsten in verband met wat andere mensen denken over mij als ouder. Ouders die dan vanuit hun angst om negatief beoordeeld te worden door de samenleving, met hun kind gaan omgaan op een manier waarop dat zij proberen het gedrag van het kind vorm te geven, zodat het kind zodat het kind in functie staat van het zelfbeeld van de ouders. Zodat het kind in functie staat van het beeld dat de ouders van zichzelf willen presenteren naar de samenleving toe. Oké. Waardoor uiteraard het kind in eerste instantie leert dat ik besta niet. Ik besta niet. Wie ik ben heeft te maken met de samenleving en andere mensen. Omdat het enige wat het kind meekrijgt van zijn ouders is: wat zullen de mensen wel niet denken van u? Wat zullen de mensen wel niet denken van mij als uw ouder? Gedraag u, want wat zal de leerkracht wel niet zeggen over u? Wat zal de leerkracht wel niet denken over mij als uw ouder? Als jij een onbeleefd kind zijt, de leerkracht zal denken van: zeg, wat voor een slechte ouders hebben u opgevoed? Oké. En dus het kind leert op die manier niet om eigenlijk om zichzelf te vertrouwen, om een stevige basis te hebben, omdat de ouders dat ook niet hebben. Dus kunnen de ouders dat ook niet meegeven aan hun kind, omdat het enige wat de ouders meegeven aan hun kind is angst. Angst in verband met andere mensen. Zullen de mensen denken over mij? En dus uiteraard, als je angstige ouders hebt, creëert je ook een angstig kind. En daar komt faalangst vandaan. Dat is dus het gebrek aan zelfvertrouwen, het gebrek aan zelfzekerheid, het gebrek aan een stevige basis. Die er dus niet was bij het creëren van de identiteit tijdens de kindertijd in relatie met de primaire omgeving als de ouders en de familie. En dus, hierin is het duidelijk dat, hoe is zoiets mogelijk? Omdat ouders duidelijk geen besef hebben van het feit dat ze echt wel een wezen aan het creëren zijn door middel van hoe ze met hun kinderen omgaan. Dat ze echt wel hun kinderen aan het vormgeven zijn als een daadwerkelijk wezen.
Door bijvoorbeeld zich meer bezig te houden met zichzelf en wat andere mensen over hen denken, dan zich bezig te houden met hun kind en wat er met hun kind gebeurt en wat er in het kind omgaat, dan het eigenlijk ondersteunen van het kind. In de plaats daarvan maken ze zich alleen maar zorgen over wat zullen andere mensen denken over mij en basically hoe ze eruit zien en het beeld dat ze van zichzelf presenteren naar de samenleving toe van kijk eens wat een goede ouder ik ben. Waardoor dat het kind eigenlijk onderdrukt wordt in zijn expressie, omdat er van het kind verwacht wordt dat het zich gedraagt, dat het beleefd is, dat het vriendelijk is, dat het al die eigenschappen vertoont die de samenleving ziet als waardevol en goed. Zodat het kind representatief kan staan voor wat een goede ouders dat kind wel niet heeft. Waarin er totaal niet gekeken wordt naar of rekening gehouden wordt met wat eigenlijk het beste zou zijn voor het kind. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Het ontwikkelen van een fucking basis. Een stabiele basis van de identiteit. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfzekerheid, stabiliteit in zichzelf. Principes. En dus op die manier worden er allerlei persoonlijkheidsstoornissen gecreëerd die te maken hebben met angst en nervositeit en neuroses en allerlei persoonlijkheidseigenschappen persoonlijkheidsstoornissen die het gevolg zijn van dus het gebrek aan een basiszekerheid, een basis zelfvertrouwen, een basisbesef van ik besta, ik ben hier, ik kan vertrouwen op mezelf. Wat andere mensen ook denken of zeggen over mij, dat maakt op zich allemaal niet uit. Uiteraard maakt dat niet uit. Ik ben hier, ik besta. Oké. En dus ja, dat is wat ik in mezelf had ontdekt in het terugwandelen van de creatie van die persoonlijkheid in mezelf als faalangst en waar dat allemaal vandaan komt. Hetgeen vrij fascinerend is. Oké. En ik denk dat we in de volgende vlog gaan kijken naar beoordelingen. I think. Waar komen beoordelingen vandaan? Of wacht, hè? Of ja, we zien wel wat erop komt. Misschien gaan we wel overgaan naar een heel ander onderwerp. I don't know yet. Dus we zullen zien. Dankjewel. Tot de volgende. Bye.